Misschien moet je het ook wel betrokken burger noemen. Als je het hebt over samenleving, dan is het woord samen al een heel belangrijk onderdeel van samenleving. En waar ik vooral trots op ben, is dat mensen zeggen van ja, maar het is toch logisch dat ik het doe. Hallo, ik ben Jorzee. Welkom in het ruilhuis. Ik wil iets ruilen. Helemaal goed. Ik heb deze hier. Een knuffel. Dan krijg je 1 punt voor in het ruilhuis. Oh, dankjewel. Krijg ik dat in een sticker of een... Je kan nu iets uitzoeken voor 1 punt. Ja. Of je krijgt een stempelkaart. Ja. En dan kan je in principe later nog even rondkijken. En dan als je dan wat ziet. Moet ik dan wachten tot ik een volle kaart heb voordat nee, ik iets kan ruilen? Je krijgt gewoon de stempels, wat je dus komt brengen, krijg je stempels voor. En als je weer wat meeneemt, dan halen we het weg. Ah, oké. Okay. Maar als ik nu zeg maar zoiets heb van, joh, ik hoef niet te ruilen. Ik wil graag, omdat ik dit zo'n leuk project vind, wil ik het aan jou geven. Dat is zeker welkom. Daar houden wij een aparte kaart voor. En mensen die in nood zijn, geven wij het weg. Dan krijgen die de kaart. Die krijgen dan in principe... Dus mijn stempel gaat dan naar iemand in nood. Ja. En waar komt dat dan terecht? Dat komt terecht via bijvoorbeeld het Spel- en Opvoedpunt. Wat is dat? Het Spel- en Opvoedpunt is een organisatie die gezinnen begeleidt in ondersteuning en opvoeding. En die komen ook bij mensen thuis en die spreken veel mensen. Dus als ze daar echt merken dat het nodig is... Krijgt dan mijn knuffel. Ik doneer mijn knuffel dan voor het opvoedpunt. Dankjewel. Hoe ben je op het idee gekomen om hier een ruilhuis te beginnen? Nou, ik zocht eigenlijk voor mensen die hulp nodig hadden, zocht ik spullen. En dan regelde ik spullen en dan kwamen de mensen thuis met van dit gebruik ik niet meer. En dan soms met 8 tassen vol aan en dan stond me heel mijn gang vol. Toen zei mijn man, nou, het lijkt wel een ruilhuis. Dus eigenlijk daar is het ruilhuis vandaan gekomen. Wat zijn de openingstijden? We zijn open op maandag van 9:15 tot 11:15 en op de woensdag van 14:00 tot 16:00. Wat levert dit jou persoonlijk op? Het levert mij op dat ik andere mensen kan helpen. En dat met elkaar, met alle burgers van Leidschendam-Voorburg. En dat de spullen worden hergebruikt. En dat andere mensen daar blij van worden. En voornamelijk de kinderen. Nou, fantastisch.